bedrijven zoals Talpa, SEP, die bellen mij af en toe om te vragen van, goh, weet je nog kinderen? Ik denk dat zij mij bellen omdat ik zelf ook redelijk wat in de tv-wereld heb gedaan. En omdat ik weet hoe het voor de schermen eraan toe gaat en achter de schermen. En daarnaast ben ik altijd eerlijk. Met My Dreams organiseer ik theateractiviteiten voor kinderen en tieners door heel Nederland. Het zijn hoofdzakelijk theaterpartijtjes en kunstkampen. Daarnaast doe ik ook nog allerlei theaterworkshops. En heel af en toe ben ik zelf nog uitvoerend ergens te zien. Maar het is voornamelijk voor mij achter de schermen om kinderen beter te laten worden in theater. Het eerste jaar voor een kinderpartijtje vroeg ik bijvoorbeeld 10 euro per kind. Maar ja, de ene keer heb je 5 kinderen, de andere keer 10 kinderen en je doet dezelfde activiteit. Dus dat is raar. Op dit moment is een gemiddeld videoclippartijtje bij mij 129 euro voor 7 kinderen. En dat is 2 uur. En voor de kampen is het ook gegroeid. Ik ben begonnen, geloof ik, met 300 euro. Dat was dan 5 dagen. Nu doen we 6 dagen en nu is het rond de 400 euro. De dab. Bijvoorbeeld deze beweging, die is enorm populair, nu al een half jaar of zo. Maar de eerste keer dat kinderen dat deden, had ik zoiets van, waar komt het vandaan? En ik vraag aan die kinderen, ja, is van YouTube. En dan denk ik, oh, dan moet ik even zoeken wat dat dan precies is. Dus ik kijk heel erg naar de kinderen en waar zij mee bezig zijn. En op die manier weet ik eigenlijk wat de trends zijn bij kinderen. En probeer ik dat te volgen. Voor mij is het absoluut een plus dat ik zoveel doe. Dus echt allround ben en dat ik mezelf steeds meer heb geleerd. Videomontage ben ik mezelf gaan leren. Ik heb zoiets van, als ik een andere ZZP'er vraag om een project voor mij te doen en stel diegene valt uit, dan moet ik het doen. Dus ik zou zeggen, ga YouTube filmpjes kijken over marketing, over je boekhouding, over websites maken. Alles wat je aanbiedt, moet je ook zelf kunnen.